Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over de comparator. De comparator die gebruikt de opulusversterking om aan te geven of een ingangssignaal groter of kleiner is dan een bepaalde referentiespanning. Dus je ziet aan de niet-inverterende ingang is in dit geval het ingangssignaal verbonden en dat wordt vergeleken met het signaal verbonden aan de inverterende ingang een bepaalde referentiespanning. Dus de op-amp die zal gaan kijken, zal vergelijken of ingangssignaal groter of kleiner is dan de referentiespanning. Als het ingangssignaal groter is dan de referentiespanning, dan zal de op-amp aan zijn uitgang zijn positieve voedingsspanning gaan uitsturen. Is het andersom, als de ingangsspanning kleiner is dan de referentiespanning, zal de op-amp zijn negatieve voedingsspanning gaan uitsturen. Dus dit is meer gelijk dat uw schakeling eigenlijk zal opgebouwd worden en hoe dat wij dat gaan simuleren. In dit geval hebben wij een bepaalde DC-bron, gelijkspanningsbronnetje, dat een bepaalde vaste spanning instelt. Dat gebruiken wij als de referentiespanning. Als sensor gebruiken wij een wisselspanningsvoeding, in dit geval een wisselspanningsvoeding van 5 volt, met een frequentie van 1 kHz. Als we dan deze schakeling opbouwen en we zien dat, dan krijgen wij deze uitgang op het scoopvenster. De groene golf die dat u ziet, is het ingangssignaal dat wij aan de op-amp insturen. En de rode lijn, dat is onze referentiespanning. We zien inderdaad dat in dit geval de op-amp is aangesloten met plus en min 12 volt, dat de op-amp dus inderdaad zijn extrema gaat uitsturen en dan dus een blokgolf stuurt van plus en min 12 volt. Waarom blokgolf? Ja, je ziet hier dat groen signaal, die sinus, en die rode lijn, de referentiespanning, die gaat dus bepalen waar ons signaal gaat omslaan. Dus je ziet, indien dat de sinus, het groene signaal, boven de rode lijn is, zal de uitgang van de comparator hoog zijn. Indien de sinus onder deze rode lijn zit, zal de uitgang van de comparator laag zijn. Indien dat hij deze schakeling simuleert, maak er dan zeker gebruik van om deze spanning, de referentiespanning, te variëren. Dus je ziet als je de referentiespanning varieert, dat de golf en de uitgang van de op-amp toch altijd zal aangeven wanneer dat het groene signaal, dus het ingangssignaal, boven de referentiespanning zit.